Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Soma. Het is vandaag vrijdag 5 maart 2021, 12:36 en we gaan vandaag gelijk verder met deze horror game. Simon had found his way into Tau, where the Ark is supposed to be. He must find the Ark and take it to Phi, where it can be launched into space. Dat is onze objective nu. Alleen de muziek houdt zijn bek niet, dus kan ook niet een mooi commentaten mensen. Afgelopen donderdag, woensdag, dinsdag, maandag. Afgelopen maandag was 1 maart 2021. Toen was het eigenlijk een jaar geleden dat ik Minecraft Survive aan het van Jopje Doe Maar Gamer ben gestart. Want ik ben het gestart op 29 februari 2020. Alleen het is een schrikkeljaar, dus dan een jaar verder is niet 29 februari, want het bestaat niet. Dus het is dan 1 maart 2021. Toen heb ik 454 episodes of dagen gekeken in 365 dagen. Dat is 1,24 episodes Survive Island per dag dat ik gekeken heb. Ik heb het nog steeds niet afgekeken. Ik weet niet tot hoever het gaat. Dit van 500 nog wat of zo. Ik weet dan waarschijnlijk gaat de serie echt kut worden. Want dat wordt job ook gewoon echt heel anders. Want natuurlijk, zoals we weten, in 2016 is hij kut gaan doen. Pranks gaan uploaden. Nooit meer gaming. Heeft dus zijn kanaalnaam veranderd. En toen is alles naar de tyfus gegaan. Dus ja, dan is Survive Island sowieso al ten einde. Dus ik weet niet wanneer het precies eindigt. Volgens mij is het van 500 nog wat of zo. Maar waarschijnlijk worden de episodes dan ook heel kut. De nieuwtjes mensen, Minecraft Survive Island dag 454 ben ik nog steeds. En verder is die episode anime The New World. Holy tita, ben ik bij episode 10. Oké, ren gewoon, ren gewoon. Ga gewoon loesu. Ga gewoon loesu, Simon. Simon, waar de fuck zijn we ooit? Maar in ieder geval mensen, het is vandaag vrijdag. Ik ga vanavond lekker patat eten, lekker pizza en heb ik zin in. Ik heb nog steeds een beetje rugpijn. Ik heb een beetje buikpijn. Ik weet niet waarom. En verder zit ik gewoon te chillen, mensen. Gisteren heb ik Undertale Genocide geüpload. Het einde van Undertale Genocide. Ik denk al dat ik weet welke game ik er in plaats van ga doen. Alleen dat zien jullie dan wel. Verder is... What the fuck is dat? Moet ik... Call? Is er iemand hier al? Nope. Oh my god! Volgens mij gaat de bel. Help me. Op dieven, kutbeest. Laat me gaan. Mensen, de bel ging. Ik heb een pakketje. Ik heb een nieuw labjournaal gekocht. Van mijn labjournaal is vol. Oh my god, hij zit er echt achter me. Please, deur ga open. Ah, wat de fuck ben jij? In ieder geval, de bel ging net. Mijn pakketje, mijn nieuwe labjournaal is er als het goed is. Dus ik heb ook nieuwe prinsstiften gekocht voor 30 euro ongeveer. Niet 30 euro, maar die dingen waren wel redelijk duur. Bedankt. Ik weet niet waar dat beest is, maar laat me gewoon gaan. Laat me alsjeblieft weggaan. Hier, oh, de ladder op. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik wil gewoon weg van dat kutbeest. Holy tit. Ik schrok me daar wel, hoor. Toen ineens achter me stond. Wat de tiet. Wat gebeurt er? Wat is deze muziek? What the fuck? Waar zijn we ooit? Oké, hallo. Waar zijn we? In ieder geval mensen, een jaar Survive Island, ik kan het niet geloven. Ik heb het gemist, het was 1 maart dus. En ja, ik vind het gewoon niet normaal. Ja, we zijn nu als het goed is bij ook bijna het einde van Soma mensen. Ik denk nog 1 of 2 afleveringen. Dus. En dan hebben we Soma uitgespeeld. En dan kan ik Outlast 2 doen. Move on. Waar is dat beest?
Waar is dat base? Hij zei net, move on, Simon. Ik weet niet wat dit is, maar volgens mij moeten we daarheen. Alleen eerst ga ik even explore, mensen. In ieder geval, gisteren heb ik ook een video gezien van Pyro Cynical, heet hij volgens mij. Waar ik ook Vet Kruid 3 uit heb, van heb gezien. Ik raad jullie zeker aan om die video te kijken. Ik heb hem gelinkt bij volgens mij mijn ene laatste video van Far Cry 3. Geweldige video is dat. Ga hem kijken. In ieder geval, van Pyro Cynical heb ik Petscope gezien. Volgens mij heet het Petscope. Petscope. Like, what the fuck is dit? My... Wat is er? What the fuck ben jij? My boy. Oh my god, daar is iemand dood gegaan. What the fuck did we do? Ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd, mensen. Try not to think about it. In de video description van deze video, of... I've been a good man. In de laatste video ga ik ook een Soma lore zetten die fucking goed is. Ga die kijken. Als je van Soma houdt dan. En, maar in ieder geval, mensen. Het is fucked up. New Lux nou is er een beetje aan school werken. Gisteren heb ik een beetje gewerkt, een beetje gechilled. Nog steeds rugpijn. Ik heb buikpijn. En verder is Petscope gaat dus over een rare game. Die niet echt is uitgebracht. Maar één iemand op YouTube heeft het geüpload. Dat is Catherine. Volgens mij was dat Catherine ook net. Ik heb geen idee wat de fuck jij bent, maar ik ga... kunnen we dat niet killen of zo? Like, what the fuck is dat voor beest? Like, oh my god. Wat is dat geluid? Like, waarom liggen hier allemaal lijken, man? Iedereen is hier fucking dood gegaan, maar aan wat? Aan wat zijn ze dood gegaan? If we had a gun, this would be the time to pull it out. Ja, mercy kill, alleen. Did not expect it to end like this. Dit is Catherine, toch? Should have jumped the climber back to Omicron. Volgens mij is het Catherine. Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. Ik weet niet wat de fuck hier is gebeurd. Simon loopt hier ook gewoon als enige levende echt rond samen met Catherine. We'll all be dead one day. Then what? Dan zijn we in de Ark. Ja, de WoW is iets van een soort van artificial intelligence. Oh ja. I'm sorry, Catherine. Oh god, deze guy dood. Gaat dood. It's okay, Ian. Ian. Just let it out. Rip, maar bro. Let it all out. Toen is hij doodgegaan. Serieus, man. Waarom gaat Simon hier niks over commenten? What the fuck is hier gebeurd? Waarom is iedereen dood, mensen? What the fuck is dit? What the fuck? Wat is dit, mensen? What am I seeing? Like, dit is een soort van de WoW die dan een dood mens probeert te revive of zo. What the actual fuck ben jij? Oké, dat gaan we negeren. Ik weet niet wat hier is gebeurd, mensen, maar oh my god. Jonathan Ross, daar kunnen we niet heen gaan. Holy shit, die deur ziet er ook veel cooler uit. Is hier nog een levend iets of zo? Nee. Ik ga al deze... Hallo, waar ben jij? Gast, kun je even je bek houden, man? Ik word echt bang van jou. Maar ja, Petscope gaat dus als het goed is over een verhaal dat over een meisje dat vermoord is door 3 of 5 therapeuten in 2000. Ik weet niet meer hoe ze heet, maar... Doorlocks, kan ik dit unlocken of zo? Oh, what the fuck, 27. Oké, thanks voor de goede code. En dan wil ik deze ook unlocken, kan dat? Unlocked, oké, nice. We hebben wat doors unlocked. Ik bedoel, ik heb nog steeds geen idee wat de fuck dat wezen is dat de hele tijd tegen ons praat. Like, oh my god. Dit is de dive room, daar heb ik geen zin in.
We kunnen nu naar de infirmary en we kunnen naar Jonathan Ross. Waar zit die guy ook weer? Die zit hier. Oké, wat de fuck gaan we hier vinden? Oh, hier. Hier kan ik iets doen. Oh nee, daar kan ik gewoon vastpakken. What the fuck is dit? What the hell is dit? Ik heb geen idee wat de fuck dit moet voorstellen. Iets van wow of zo. Ik snap er echt niks van. Hé, een tablet. Wat kunnen we hiermee doen? Journal. I was open to see the after order by. There was a gift. Made a run for to check. Do it with our. People from the Plata. It was a group. Today that they wanted to learn something. It's an offer. That is still. They will honor and accept for. They all wish to remain at town to figure this arc business out. They had to get for the climb to pick the note. Some will need to catch the climb to alert the amulet to what an hour up to. Dull and staring about the cradle at Site Alpha. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find. Oh, nice. Krijgen, ja, nu een mailtje van jij hebt pakket zonder zon bezorgd. Thank you. Control systems. Nice. Making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Making the WoW, nee, want de WoW dat maakt dus mensen allemaal fucked up. A few days ago, dat is echt vroeg. The WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned. Ik weet niet. Like, it's keeping climate and life support going. Hoe de fuck is de WoW ontstaan? Like, hebben de mensen dat gecreëerd? Like, hoe dan? Want de purpose of the WoW is dat het life preserved, omdat iedereen dood is gegaan door de komeet. The WoW is de WoW ontworpen. It's not just the en wat fuck. Maar in ieder geval mensen, Yars of Five Island, Pirate Cynical, ik weet niet hoe die ook weer heet, die video. Het is volgens mij één, het heeft 10 miljoen weergave, het is volgens mij op 4 na populairste video of zo, of op zijn derde populairste. En het gaat dus, het is zo'n aparte game, maar jammer genoeg heeft hij maar één video erover gemaakt. Er zijn meer theorieën over en zo, want ja, het is gewoon heel interessant. Ik link het even in de beschrijving, denk ik, als ik het niet vergeet. En ga die video gaan kijken, ja, het is best wel fucked up wat er gebeurt, het is heel fucked up. Want het is een echt verhaal over een meisje die boos werd of zo. Toen hebben ze therapie gedaan waar ze basically gewoon op haar gingen zitten met kussens en zo. En toen is ze dood gegaan. En toen zijn ze nog, ging ze haar tante en zo en helemaal mentaal abuseren. En dat is in 2000 gebeurd. En volgens mij is ze 10 jaar oud geworden of zo. Of, ja, 1989 tot 2000 volgens mij. With a group of machines thinking dat ben ik basically. Ik ben een machine thinking I'm we human. Can't trust a machine to know, oh. To understand what it means to be. Okay, what the fuck? We have to terminate the WoW project. Oh. It can be done. I just need to get some help from Omicron. Nou, dat is niet gelukt. Sorry, Pik. Het is niet gelukt. Oh, your note. Oh, dat is gewoon allemaal rare wiskunde die slim is. Die ik niet begrijp. Wow, dit is best wel lame. Ik dacht echt van, wow, wat gaan we allemaal zoeken? Het zijn gewoon skere formules en wow, dan. Het is wat rare dingetjes. God, deze atmosfeer is echt fucking creepy. Maar in ieder geval, we hebben dus een paar fucked up machines. Zoals deze. Daar gaan we niet te veel aandacht aan besteden. We moeten hierheen, mensen. We moeten naar de infirmary. Why have to leave? Wie de fuck zegt dat nou? Hou gewoon je bek dicht, man. Want hier. You. You're different. Go ahead. Make yourself at home. Dit is, voor de mensen die het niet weten, de laatste overlevende mens. De rest zijn allemaal dood gegaan. Zijn of een machine geworden zoals Catherine en Simon. Of zijn dood gegaan. Dit is de laatste echte mens op aarde. Are you human? Ja. Sarah Lindwall. Dat is Sarah. Payload okay. Technician at your service. A rare sight, am I right? Dit is best wel fucked up, so. Ja. You're the first normal living human ja. I've seen. Eerst dachten we dat wij normal waren. Alleen hier. Oh. Most of them are up on the plateau. Die zijn Omicron. Dood. Yeah. Die zijn There's no one alive at Omicron. Shit. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon.
The ruins of Lambda. Oh god, ja, ik weet niet, ik weet het echt niet aan mijn hoofd. Waar de Theta? Ja. There's not a lot left of Pathos 2. Nee. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Denk het wel, ja. Sorry. Who are you again? Even Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? Oh, rustig, rustig. Find the Ark. Yeah. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Ik heb Catherine. Damn right it is. Now what do you want with it? Ik wil take it to the Gunify. Launch it into space. Ik wil helpen. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Okay, nu zit je hier gewoon te chillen. I don't have the strength to argue. Oh. And I certainly ik don't weet niet, have the time waarom ben je eigenlijk aan life support en aan het doodgaan? Shuffling through here. Oh. Go ahead. Take it. Thank you. Oh god. Can I get you anything? Ja, inderdaad. Do anything for you? Like, je hebt geen eten of drinken. Ik heb geen idee wat de fuck dat zwart is. You could kill me. Kill me? Good one. Nee, ik ben serieus. You serious about me killing you? Ja, dat moet ik even vragen. Love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Dit is best wel fucked up. Simon, this fucking sucks. Oh god. I don't want to live like this. Shit. Maar waar is de Ark dan? I can't believe I'm the last one. That's crazy. Oh my god. Be my guest. I got no secrets worth keeping. Kan ik dit callen? If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. Foros. Ik heb geen idee wie de fuck dit is. Geen idee wie de fuck dat is. Wie de fuck is dat? Wie is dat? En wie is dat? Ik restore even de vels als je het niet erg vindt. Look at what come keep you alive. A man how to keep on cashers come fed through. Metals not to make room for additional after cashers. Like, jij bent hier dus aan het leven, maar what the fuck is dit allemaal? Like, hoe groeit dit hier? Oh, dit is dus de wow. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. Yeah. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real nou, deal. Ze is de enige, dus dat betekent dat That's we niet verder kunnen. That's probably the best compliment I've ever gotten. Yeah. But the truth is... Je kan heel veel met te praten, maar dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon disablen en dan ga ik gewoon loesoe. We'll have to accept second best. Misschien ga ik de game uit... Nee, ik denk het niet. This feels right. Nee, it's... I want to die. Sarah. Just think about it. We gaan het doen. Disable. Would you stay with me, please? It won't be long now. Just... Please, just stay. Ik ben er, Sarah. What a crazy thing this was. Life. Ga nog met haar praten. Oh. Is ze serieus niet 30? Ze ziet er raar. Wish I could have died at home with my friends. Ja, snap ik. Ik ben er voor je. Simon, ga je nog iets zeggen? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Hallo, kun je even doodgaan? Nanok is busy and yes, there's like 12 million people trying to get around. 12? Nou, nu is er 0 people over. Er zijn 0 mensen over, mensen. Dat is best wel fucked up. Rather, it was a great place. Maar hoe weet je dat? Want het is echt 100 jaar geleden dat de comet gestrikt is. Dus toen moest jij al dood zijn. You know what? Of toen was je nog niet begoren. Begoren? Geboren. I liked Pathos. Oh god. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. Waarom zeggen we niet dat we Catherine hebben? We hebben People Catherine. She was weird because she was quiet.
We hebben haar. Je kan nog met haar praten in principe. Waarom zeggen we dat niet? Dat snap ik niet. You're still there? I'm here, Sarah. Ik ben er. Don't let him die. Okay? Ik ben er, Sarah. Ja, waarom praten we ook zo weinig als Sam? En ze is dood. The black box is inactive. Oh. Probably found a way to switch it off. Wat hebben we hier? Oh my god, wat een mooie foto. Ik wil de foto, ik wil de foto. Is dit Greenland waar ze het over hebt? Oké, naar Sarah. Dat was de laatste. Laatste mens, ja. Wauw. Auw. Oké, wat moet ik eigenlijk met dit ding? Volgens mij moeten we het in die lift doen, maar fuck dit. Kunnen we het ergens neerzetten of zo? Want ik moet even. Die lift aandoen. Kunnen we dit ding even open doen? Nee, oké. No way I can climb a ladder while carrying the ark like this. Ja, moet je gewoon wat damage doen. Oh my god. Holy tieten, what the fuck is dat? Wat gebeurt er? What the fuck? Oké, wat is dat? Wacht, zet hem hierin, zet hem hierin. Moet je iets doen? Hallo, ik wil de ark protecten. Hoe doe ik dit ding dicht? Oh, nice. Wacht, wat doe ik? Wacht, moet ik de... Wat de fuck ben ik aan het doen? No cargo? Oh, hier moet de ark op als het goed is. Oh my god, wat heb ik gedaan? Nee, ik wil hem terug. Maar niet van mensen. Ja, dat was hem dus, ja. Dat was dus... Het fucked up verhaal, ja. Die video heb ik gisteren bekeken, maar ja. Dat is best wel erg, ja. Verder moet ik eigenlijk voorbereiden voor Luxor, maar heb ik geen zin in. Mensen, het is bijna het einde van... Oké, werkt het nu? Of... Nice. Wat moet ik doen? Moet ik hier nog in-out of zo? Oh my god, ik heb een beetje lag. Klein beetje lag. Hallo, moet ik dit niet? Unable to equalize. Fuck, ik kan dit niet uitspreken. Pressure. Wat moet ik doen? Oh my god. Ik heb geen idee waarom we dit slopen. Alleen. We moeten dit blijkbaar slopen. Oké, fuck jou. Oké, kom op. Water, water. Hallo, kan ik nu iets doen of niet? Wat moet ik nu doen? Oh my god, deze game soms. Waar kan ik wat doen? Ja, deze buis heb ik gedaan. De deur kan nog steeds niet open. Access granted heb ik al. Hier kan ik niks mee. Oh, hier. Holy tieten. Oké, dat was...
Dat was abrupt, ja. Dat was redelijk abrupt. Ja, voor de rest heb ik vanochtend potjes CSGO gespeeld, mensen. Is nog steeds zo fijn. Ging wel lekker. En ja, een jaar Minecraft Survival Island, mensen. Ik kan het niet geloven. Ik heb, in de tussentijd heb ik miniseries gevolgd. Ik heb de HTML van de Sims 3 heb ik gekeken. Ik heb Serpent Gameplay Peggle gekeken. En Peggle Nights gedeeltelijk. Alleen die heb ik nooit afgemaakt. En oké, de Ark gaat als het goed is mee met ons. Die moet even weg aan de kant, denk ik, of zo. Dit is een puzzel dat je gewoon shit aan de kant moet doen voor de Ark. Oké, je kan erdoor. Dat is een beetje een voice crack. Hallo, kom je nog? Kut. Waar is dat ding heen? Waar is dat ding heen? Wat? Hallo, of is dat doorgegaan? Oh, what the fuck, het is zo hoog, man. Dan hoef ik helemaal niks te doen. Oké. Okay. Chill, ik loop wel met je mee. Oké, okay, dit moeten we wel gewoon bukken, denk ik. Ik ben een beetje bang, mensen. Ik heb toch gevoel dat die vis gaat komen. En spoiler. Ja, die zit hier buiten dus. Die zit er buiten. Maar ja, laatste mens op aarde, mensen. Dat is wel echt gewoon een gedachte. Like, wat zou je doen als je echt de laatste mens op aarde was? Like, als jij doodgaat, dan is humanity gewoon gone. Dat is wel fucked up, ja. Echt. Echt fucked up. Oké, dus hier kan ik. Wat moet ik nu doen dan? Oh my god. Moet ik hier in? Oh my god, hoe de fuck pas ik hierin? Kijk hoe fucking klein dit is, man. Oh my god. Ik heb geen idee hoe de fuck Simon hier zo smooth in manoeuvreert. Alleen het zal wel. Ik weet ook nog steeds niet wie die fucking man is die de hele tijd me het stuipen aan het stuipen van het lijf jaagt. En we zijn nu weer in de oceaan, mensen. Dus de visjes kunnen weer komen. En de visjes gaan komen. En het is geen leuke vis. Het is geen leuke vis, mensen. Ik denk dat we het gaan afsluiten. En dan volgende video wordt waarschijnlijk de laatste aflevering van Soma. En daarna ga ik Outlast 2 beginnen, mensen. Oh my god, ik kan niet wachten om die game weer te spelen. Fucking epische game. En ook. Dus we zijn nu bij site Alpha. Alpha. Oké, okay, dus. Wat? Like, hoezo ging het hier verkeerd? Dat snap ik niet. Like, wat is er hier gebeurd? Wat de fuck moet ik hier doen? Oh, ik moet hierin. Wauw, ik dacht al. Ik dacht helemaal zo van. Oh god. Ik heb zo'n gevoel dat hij in base gaat zitten. God, het lijkt me ook wel moeilijk om te doen, die deuren zo onder water. Ik heb geluk dat Simon onder water kan ademen, alleen oh my god. Oh my god, like, wat is hier allemaal gebeurd, man? Echt niet normaal gewoon. Oké, fucka, bro. Oh my god, hoe lang moet ik dit nog doen? Want dit wordt wel een beetje kut eigenlijk. Oh god. Waar lopen we helemaal heen? Dit is de Waal blijkbaar. Dus wat moeten we nu doen? Wat moet ik doen? Gast, ik snap ook niet hoe die fucking. Tell me what you want. Ja. Hoe dan? What? How? The enslaved protein solution around your suit. Oh. What are you talking about? What the fuck? Maar dat wouden ze niet. Oh. Oh, dit. Dus hier is de WoW ontstaan. Wie is de girl? Oh, daar ben je. Yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake,
What the fuck? Ik ben een slang. Oh my god. What the hell is that? Wow. The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Killing it. Oh my god. Feel it, Simon. Oh god. Push your arm into the heart. Ik weet niet of ik dat wil doen, meneer. Ik weet niet of ik... Ja, oké, ik doe het. Oké, alsjeblieft, een soort van vaginaal ding. Je mag mijn arm hebben. Oh, god. Simon! Ja, ik zou dit ook niet doen. Ik ben aan het doodgaan, meneer. Oh my god. What the fuck is happening? Mijn arm is weg. Gelukkig is mijn linkerarm en ik ben rechts. YOLO. Oh my god. Maar in ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video van laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden. Kom op de kanaal naar beneden. The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. En dat ben ik. I'll make it quick. Oh my god. What the fuck? Wauw. Dus... De WoW is... Dood? De WoW is dood door dat hart of zo? Die ene bitch, geen idee wie dit was. Volgens mij was dat Jonathan Ross. Is ook dood. Door een vis. Nadat hij mij wou vermoorden. What the fuck gebeurt hier, mensen? Oké, ik sprint gewoon weg. Doei. Wat de hel gebeurt hier? Oh my god, oké. Oh, daar komt die vis. Die vis. Oh my god, oké. Oh my god. Ik dacht dat het kapot was. Nou, die Jonathan is in ieder geval dood. Die klootzak. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video van laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal naar beneden. Catherine is next to be seen. We hebben de laatste mensen gekild. Een jaar Survive Island, mensen. Mijn pakketje is binnen een nieuw optionaal school. Pet crop. Of ik weet niet hoe dat weet van Parasynical. Ik laat een linkje in de beschrijving achter. Het is redelijk dark. Het is dus ook een waargebeurd verhaal wat echt heel fucked up is. Dus ja, kijk op je eigen risico. Ik bedoel, het is niet zoveel van bloed in het voorschot tot komen. Maar het verhaal is gewoon heel dark en zo. Ga die video kijken van Parasynical. Hele goede video. En bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.